Goedendag. De afgelopen dagen trokken een aantal stevige buien over het land en het zorgde ervoor dat het wegdek af en toe flink nat bleef. In het noordwesten van het land is zelfs al 100 mm gevallen deze novembermaand. Dus we zijn echt wel even toe aan een wat droger weekend. En of het een droog weekend wordt, ga ik jullie vertellen in deze weekendverwachting. We beginnen zaterdagochtend. Zaterdagochtend trekken nog een aantal buien over het midden en noorden van het land. Maar in Zeeland schijnt eigenlijk al gelijk de zon. En in de loop van zaterdag wint die zon steeds meer terrein in het land. Die buien die gaan er in de middag langzaam uit. Die trekken naar Duitsland weg. En dan komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Maar dat belooft dan ook een heldere avond en nacht te worden naar zondag toe. En omdat er maar weinig wind staat, kan er makkelijk in die vochtige lucht nevel of mist ontstaan. Ook gaat de temperatuur flink onderuit in de nacht. Op veel plaatsen kan het toch zomaar misschien een graadje vriezen, vooral in het oosten van het land. Aan zee blijft het wat milder. En dan zondagochtend beginnen we regionaal grijs. Maar ik denk dat op veel plaatsen toch wel de zon toch nog wel even goed te zien is. Wat verder opvalt is dat in de loop van zondag de bewolking vanuit het zuiden uit toeneemt. En dat is dan weer op nadering van een volgende storing waar we eigenlijk maandag weer mee te maken krijgen. Nou, ik zei het al, zaterdagochtend nog een paar buien die over het land heen trekken. Ze komen vanaf de Noordzee en zakken dan richting het oosten weg. Maar in de middag komt de zon er steeds beter bij. En de temperatuur stijgt naar een graad of 9 à 10 bij een niet al te veel wind uit westelijke richting. Nou, in de nacht verdwijnt die wind als het weliswaar en in de nacht kan dan makkelijk nevel of mist ontstaan. En de temperatuur gaat dan dus flink onderuit. En zondagochtend beginnen we dan regionaal grijs. Maar die nevel en mist lijkt toch wel vrij vlot op te trekken. En dan krijgen we eigenlijk in heel het land toch nog wel even de zon te zien. In de loop van de middag wordt de bewolking vanuit Zeeland dan weer opnieuw dikker op nadering van een storing. En dat is dan de voorbode van een wisselvalligere week die we weer krijgen. Eigenlijk vanaf maandag, als we dan naar het weekend kijken, naar maandag elke dag wel een paar buien die over het land trekken. En dan blijft het dus weer wisselvallig weer, wat we eigenlijk ook gewend waren. Fijn weekend! Ja.